Er is de afgelopen 2 jaar veel meer geklaagd over stank van industrieterrein De Hurk, meldt de gemeente. Volgens wethouder Steenbakkers komt dat niet doordat er meer stank is. Er wordt vooral veel meer gepraat over de aanpak van de problemen met stank en stof, waardoor mensen zich daar meer bewust van zijn geworden. Vorig jaar was er veel commotie over de bedrijven op De Hurk. De asfaltcentrale die daar staat bleek veel te veel giftige stoffen uit te stoten en de diervoederfabriek zorgt voor stank en fijnstof. En dan had je nog het bedrijf dat elektronica-afval verwerkt. Daar was meerdere keren brand. Omwonenden, vooral in de wijk Het Ven, waren de overlast zo zat dat ze zelf maar luchtmetingen gingen doen. Je hebt een professionele luchtkwaliteitsmeter, waaronder benzeen, voor €59,95 van bol.com. Die 5 sterren. Is de lucht goed, dan is die groen. Is die geel, dan is die slecht. Is die rood, dan moet je maken dat je weg bent. Ja, en wat is dat hier? Hier is het bijna altijd rood. De gemeenteraad zette de wethouder daarna onder druk om veel harder op te treden tegen de overlast. De wethouder is nu met de eerste resultaten gekomen. De klachten van omwonenden worden nu veel beter geregistreerd. En de uitstoot van de asfaltcentrale staat inmiddels landelijk op de agenda, omdat dezelfde problemen op veel meer plaatsen spelen. Eindhoven praat er daarom over met staatssecretaris Van Weyenberg. De wethouder zegt in zijn brief aan de gemeenteraad dat inmiddels wel is gebleken dat de gezondheid van de bewoners van de woonwijken rondom De Hurk vergelijkbaar is met die in andere wijken. Maar er wordt dus wel vaker geklaagd over de industrie. De wethouder heeft nog wel een idee over hoe dat zou kunnen komen. Vanwege corona waren er ook meer mensen die thuis werkten en daardoor dus vaker last hadden van stank en fijnstof.